Lady, is niet nodig. Nee! Je zegt papa dan. Bij je eieren. Ja, een hele goede middag. Ik ga ook niet vrolijk doen als ik niet vrolijk ben. Het is vandaag alweer 6 oktober 2020 en het is 15:25. Ja, en mijn naam is Karin Stammel van der Werf. En mijn man die heet Roderick Stammel van der Werf. Ja, Rode heeft een kies. Nou ja, niet een kies, maar een vulling eruit. Dus ja. En wat ik ga doen vandaag, ik weet het niet. Misschien dat ik nog wel een vlog erachteraan plak vanmorgen. Ik weet het niet. Dus komt wel weer goed. Maar bij deze, ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Nee, hoef ik lekker niet vast te houden. Nee, is lekker handig. Ja, ik heb weer wat verzonnen. Ja, is leuk dit. Is handig. Nee, ik heb het koud. Ik heb een hele slechte nacht gehad. De hondjes vonden het leuk om te etteren en te blaffen voor afgelopen nacht. Ik ben nog 2 keer eruit geweest om met ze uit te gaan. En dan schrik je wakker, heb je koppijn. En dan ga je even naar de wc, dan ruik je wat. Dan mag ik ook nog wat opruimen. Dus ik heb een bar slechte nacht gehad. Dus ik hoop dat ik aankomende nacht even iets goed slaap. Nou, je ziet het ook aan mijn gezicht. Ik zie de belabd uit, maar ik heb het ook koud. Ik heb last van mijn reuma. Dus ik ben gewoon lekker chagrijnig. Ja. Dan heb ik gewoon lekker schijt aan. Ja, ik ben gewoon een keertje lekker chagrijnig. Dan hebben ze er een probleem mee. Dan moeten ze maar lekker niet in mijn buurt komen. Nee. Dat is ook lekker makkelijk, toch? Ja. Ik zal weer even hier wat in doen. Ik weet trouwens niet of ik dan morgen ook een mondkapje op moet trouwens. Bij Piet. Omdat dus nou contactberoepen mondkapjes op moeten. Maar dat heeft Otto gezegd. Alle mondkapjes thuis liggen. Hè? Alle mondkapjes thuis. Ja, ik niet. Kijk, deze komt van het ene winkel af. Dus ja, ik merk het morgen wel. En morgen dan komt mijn jas binnen. Dus dan kan ik deze ook gewoon weer lekker meenemen in mijn jas. Mocht het wel moeten, dan kan ik het altijd op doen. Alleen ik stik met de moord. Dat weet ik nu al. Nou ja, en ik ben met een vlog bezig. Een kookvlog. Ja. Ja. Kijk, alleen dat maak ik heel wat kleiner. Een hele goede avond allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe kookvlog van Karin. Ja. Oké, de volgende. Met Karin. Ja, met Karin. Ja, dat is fijn. Dat is handig. Nou ja, mijn mannetje heeft dus lekker een bakje thee voor me gemaakt. Daar ben ik hem ook heel dankbaar voor. Alleen het is heet. Mijn tas die kan even anders hier of daar staan. Geef me. Oh, hij is zwaar. En ik moet zo even de tandarts voor Rood bellen. Ik vind hij helemaal niks. Hij heeft ook niks te zeggen. Als ik maar zijn BSN-nummer kan bemachtigen. Ja, die heb ik al, maar ik heb geen zin in om te zoeken. Nee. Daar staat mijn kop nou niet naar. Ik kan liever zo in plaats dat ik moet gaan zoeken. Geen zin in. Nee. Ja, jongens, ik ben moe. Ja. Een hele slechte nacht gehad. Waarschuwing, geen ventilatie, voorzichtig openen. Huh? Oké, het zal. Geen idee. Maar oké, maakt niet uit.
En nu wil ik een huis. Ook nog. Nou, niet zo deprimerend jij. Deprimerend? Altijd. Wat is het deprimerend van ook naar huis gaan? Ja, altijd. RZ. Ja. Deze autootjes, die staan er altijd, hè? Deze twee, hè? Ja, dat is leuk. Zie je dat van werknemers? Van ondernemers? Ja, kom. Gratisparkeren.nl. Zijn we er niet meer. Nou, Rowan die denkt ik doe het maar gewoon normaal rijden. Ik rijd altijd normaal. Dat is niet waar. Super gaan rijden ofzo. Huh? Super gaan rijden. Ja, bijna wel. En we krijgen een hele grote Lego winkel. Van 300 vierkante meter? Zoiets. Ja. Zoiets. Ja, dus dat. Nou, ik heb Rome maar even gebeld. Ik ben gewoon moe. Het is 8:45. Ja. En dan eens even morgen mijn wekkertje zetten voor op tijd. Dan vind ik het prima. Niet zo heel veel gevlogd vandaag, maar ook dat kan een keertje gebeuren. Mijn Speedy ligt lekker hier bij mij. De lady ligt daar. Dan ligt daar Beauty. En daar ligt Lovely. Ja, nou. Ik ga deze vlog gewoon lekker alvast afsluiten. Ik wil zeggen, vind je deze vlog gewoon leuk? Vergeet dan niet te abonneren. Doe een belletje aan. Duimpje omhoog. Reactie en delen. Dus dan zien jullie morgen mij weer. En Roderick gaat achter me aanrijden met autorijles. Dus dat is weer 1,5 uur. Lekker kijken naar mij met autorijden. Tot morgen. Doei. Ja, een hele goede morgen allemaal. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Het is vandaag woensdag 7 oktober 2020. Mijn naam is Karin Stamman van de Werf. En mijn man die heet Roderick Stamman van de Werf. Ja. Ik ben nog niet helemaal wakker, maar dat zien jullie wel. Met mijn slaperige hoofdje. Helemaal goed. Maar ik wacht op een pakketje. En dan ga ik zo meteen nog heel even liggen. En dan 3 uur heb ik autorijles. Dus ik wens jullie heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. Hey! Nee, niet nodig. Hey, hier. Hallo? Lady, is niet nodig. Nee! Lady, nee. Wat lig je daar mooi dan? Ik zeg, wat lig je daar mooi en je komt hier naartoe. Nee, wat klopt er niet aan dan? Gekkie. Ja, nee. Kom hier dan. 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 Yo, de koekoek. Hallootjes. Dank je. Hi. Sinds wanneer kun jij zo hard doen? Blaffen, man. Gekkie. Dat doet ouwe aan mijn oren, joh. Nou! Is papa er dan? Ja, papa er, hè? Is de baas er, hè? Ja, maar jij wordt ook mooi, hè? Hé, hey, jij wordt mooi. Wist je dat? Nou, kom dan. Ga kijken. Jij, de baas, is er. Ja. Blije eieren. Ja. Ga kijken dan. Waar en waar is papa? Nee. Hey.
Pas papa dan. Ja, is dat de pas? Ja. Is dat papa dan? Mijn eieren. Nou, joh, dames. Ja, de baas is er, ja. Ja, de baas is er, ja. Yo, dames. Klaar. Beauty. Ja, je bent ook lief, ja. Yo, laag. Beauty, klaar. Alle drie. Ja, waar ben ik dan? En Ro is er ook. Alleen hij heeft nu nog zijn werkkleding aan. Dus hij kan niet in beeld komen. Maar hij kan wel even met zijn gezicht met verhaal heen doen. Hoi. Ik heb dus een pakketje. Ja, ik laat lekker de onderkant zien. Want op deze kant, waar ik nu naar kijk, daar heb ik dus mijn adres. Dus ja, hè. Alles, veiligheid voor alles. Hè. Doe ik het lekker op deze manier. En ik pak ons graag helemaal goed. En ik weet wat het is en dat is mijn andere jas. Met selfie. Ja. Ja joh, ik wil allemaal niet zoals wat ik wil. Niet. Jammer. Ik zit gewoon een beetje te goed vast joh. Hou het daar lekker op. Zo. Het wil niet wat ik wil, nee. Mm. Kijk. Nu wel. Nu wel. Oeh. Kijk, weer leuk. Reclame. Ook leuk. Reclame. Ja, zie je op de andere kant, hè? Allemaal reclame. Via actievehonden.com. En nee, ik word er niet voor betaald of voor gesponsord. Iets meer leuk voor Lady. Ah, wel, nee man, gek, idioot. Idioot. En heb ik er nog één. Joehoe. Dat is voor je jassen te wassen. Gewoon met wassen, zo, oké. En dan gaat deze. Daar naartoe. Want ik heb dus nou een L. Alleen mijn boobies zijn een beetje groter geworden. Dus hij wordt een beetje te strak. Want als mijn boobies niet groter waren geworden, had ik die dus aan kunnen houden. Maar ja, omdat mijn boobies dus lekker groot worden, ja, kan ik er niks aan doen. Wordt dat een beetje krappie. Dus ik heb nou een grotere jas besteld. Heb ik ook al betaald. Doe maar. Zo. Kaartje aan. En het is dezelfde kleur dan die ik al had. Dus dat is ook wel lekker. Ik wil niet. Nou! Normaal lukt het me wel. En nu even niet. En nu even niet. Ja, maar dan. Nou, doen we dat even lekker zo. Misschien dat, en dat mijn mama mijn en mijn oude jas wil overkopen. Ja. Voor 180 euro of zo. 180 euro? Wacht joh.
zit beter. Die zit een heel stuk beter, ja. Alleen dan moet mijn boobies weer en weer niet zo groter worden, want dan moet ik nog een maatje groter. Dus ja, dat is mijn zelfde jas, alleen een maatje groter. Met extra resultaties. Ja, overal, maar dat heb ik ook met die andere. Heb ik, nee, niet zo zeuren. Dus dat heb ik ook met die andere zo. Overal mooie sluitingjes. Ja, overal, hier ook, kijk, heb ik ook met die andere jas. Mm-hmm. Kijk. Piekeboe. Zo, dus dat is mijn nieuwe, betere jas. Alleen nou voel ik dus een trui erbij aan. Mm-hmm. Dus dat merk ik. Maar als ik mijn trui uitdoe, deze, dan zit hij waarschijnlijk weer een heel stuk beter. Ja. Zo, doe ik hem even bij jou. Dumpen. Dumpen nog maar. Ja, is handig toch? Even lekker dumpen bij jou. Kijk, en dat merk je gelijk. En dat deze dan weer met de schouderstrap nu zit. Kijk. Maar dat zeg ik. Mijn jas is weer binnen. Daar ben ik weer lekker blij mee. Zit ik ook niet zo krap. Weet je wat? Want dit begon ook al hier krap te worden. Omdat dit dus groter wordt. Op een of andere rare manier. Uh-huh. Ik eet gewoon te veel eieren, joh. Of zo. Hè? Dus dat. Nee, maar daarbij ben ik lekker blij mee. Ja. Yeah. Ja. Yeah, we zijn even wat aan het terugkijken van mijn rijles. Waar Rodus weer gezellig achter me aan kon gaan rijden. Ja, en niet rijden, maar rijden. Maar ik vind het zelf dat ik het heel goed doe. En dat zegt mijn eigen rijinstructeur ook. Het zijn nog een paar kleine dingetjes wat ik op moet letten. Dat is echt 1, 2, 3. Heel goed omheen kijken. Nou, ik kijk er wel goed omheen, maar ik doe alleen maar met mijn ogen. Ik kijk niet echt, zo echt om me heen. Maar oké. En nog een paar andere kleine dingetjes. Maar dat is eigenlijk in principe om te verwaarlozen. Als je dus wel een eigen rijbewijs hebt. Maar ik doe het gewoon wel goed. En jij bent niet moe. Je doet alleen of je moe bent. Moe. Dus ja. En zometeen gaan we eventjes deze weg brengen. En dan doen we dus ook eventjes de camera voor de route. Dat is leuk. Dus Emma die komt er gewoon wel in. Dat is leuk. Ja, vind ik wel. Toch? Ja. Helemaal goed. Boe. Schat weer. Boe. Hou nog een beetje van mij. Dan gaan we ook maar wat minder blazen.
Ja, nou, daar was ik weer even. Ik ben dus namelijk druk bezig voor Roderick. Want als jullie dit zien, heeft hij dus al lang en breed zijn echte papiertje gehaald. Ja. Ik ben dus nu bezig en met die slingers. Ja, die ik toen heb gehaald. En toen dat Roderick zijn examen ging doen. Dus ja, dat wordt nog wat. Dit is leuk. Hartstikke idee. Hola die. Zo, dat is fijn. En ik ben dus nu bezig met deze dingetjes. Ook erg handig. Om dus deze twee dingetjes aan elkaar te rijgen, om het zo maar te zeggen. Kijk, want dan krijg je dus dit. Hé, hey, kijk, die eruit. Hé, hey, dat is leuk. Spelen met andere leuke dingetjes. Dit is gewoon grappig. Ja, echt waar, serieus. Ja, wat is het dan, Mau? Dus daar ben ik dus even mee bezig. Ik denk, nou, ik neem jullie gewoon even mee, eventjes. Want ik heb ook al een spandoek gemaakt, maar daar heb ik één klein lettertype. Één klein foutje met schrijven, want geslaagd is met een D, maar ik heb het dus met T gedaan. Maakt niet uit, als we maar weten wat we ermee bedoelen, toch? Ja, dat dacht ik ook. Eens even kijken. Even kijken en niet kopen, want dit is zwart en... Roderick houdt van zwart, dus ja, daar ben ik een beetje mee op één toer eigenlijk, een beetje, toch wel. Zo. Kijk, en dan heb ik dus al dit. Hoera! Moeten we dus komen. Ja, dit is leuk, dit is grappig. Zo. Mooi. Zo. Weet je wat ik even doe? Ik doe gewoon even een paar eventjes van deze kleine... Want dat zijn echt kleine inimini dingetjes, mensen. Kijk. Dat zijn van deze kleine inimini dingetjes. Ja. Dus ja. Geen idee. Eind dat nou? Ik vind het allemaal best. Kijk, hoera. Nou, deze dingetje eruit. Kijk, er is nou nog geen A erbij. En nou is het wel een A. Yippie. Kijk, erg handig. Potloodje voor die kleine gaatjes. En Karen is dus nog aan het knutselen om 10 over 12 in de nacht. Ja. Maar maakt niet uit. Heb ik allemaal over voor mijn mannetje. Het zou niet best wezen, hè? Als ik dat er niet voor over had. Ja. Nou, ik lekker wel. Kijk, en nu heb ik dus... Hoera! Kijk, hoera. Ja, nou, die heb ik dus al helemaal klaar. Hoera. Dat is leuk. Helemaal in het zwart. En heb ik dus nu nog gouden letters. En dat gaat een beetje makkelijker, hoop ik. Ja, kijk. De R van Roderick. Kijk. Nu de R. Dan hebben we hier de O. En... Joei! Zo, dat is makkelijk, toch? De D. Nou, dat lijkt nog niet op een D. Maar nou, lekker wel. Ja. En dan de Roderick. Ja. Maar hoe ik het morgen op moet hangen, weet ik nog niet. Nee, want ik ga dus morgen mee naar Hoogvliet. Want daar moet hij het ophalen. Ik ga dus mee in de auto. Ik neem dus een partypoppen mee. Weet hij dus niet. Oh, humor. Dat vind ik zo leuk. Dan moet ik even ergens telefoon inzetten. Zodat ik zie hoe zijn reactie is. Want dit is gewoon grappig. Ja. Kijk, ik mag er niet eens aanwezig zijn. Maar buiten kan ik dus wel lekker laten schrikken.
Dat is wel weer grappig. Als je dus het helemaal van niks weet. Ja, en ik kan het wel in de auto doen en zo'n party poppen. Maar dat schiet ook niet op, hè, vanzelf. Nee. Dus ja, dus dat moet ik dus even gaan doen vanzelf. Maar dat komt wel goed. Ja. Dus ja, dus dat moet ik even gaan kijken. Hoe ik dat even ga bewerkstelligen. Maar dat komt wel goed. En dat gaan jullie lekker zien gewoon. Ja. Dus ik zou zeggen, blijf gewoon lekker kijken. Zeker. En dan maak ik dit even nog af. En dan denk ik dat ik nog even wat ga tekenen op bed. Qua de spandoek. En dan ga ik lekker slapen gewoon. Ja! En dit was de vlog! Ja, precies. Dat was leuk. Hè? Was even leuk. Ja. Nou, ik wil jullie gewoon bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ja. Vind je deze vlog nou leuk? Ik zou zeggen, doe het riedeltje. Abonneren. Belletje aan. Duimpje omhoog. En laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie gewoon graag morgen weer terug bij een gloednieuwe vlog. Hey. Dikke tuut op je snuit. En tot morgen. Doei!